Goedemiddag. Vanuit de Riva Wijnlounge van Fletcher Hotel Nautisch Kwartier in Huizen presenteer ik Ondernemers Lounge aflevering 5 van seizoen 2. Ik ben Maurice Vollebrecht en ik spreek straks eerst met Guido van Hoogdalen van First Swiss Made Home over investeren in Zwitsers vastgoed. Daarna Rick van Zelst van Aandelen onder een tientje. Daarna spreek ik Patrick Thiel van Financieel Transparant. Deze week en volgende week is ook in de studio Rob Berkers van wijnkoperij Vigno om mooie wijnen aan ons te presenteren. En dat doet hij naast Ludo van Twuiver van Food for the Mood Catering en Events. Later in het programma spreek ik met Hemmy Kerkeling en de politicus van de week is Richard de Mos van de politieke beweging Code Oranje. Er is natuurlijk ook pianomuziek vanuit een vestiging van bolpiano's en vleugels en ja, wat zou deze talkshow zijn zonder koffie van Den Leeuw? Kijk, daar komt Chantal Bosker al met een lekker kopje koffie voor ons, Guido. Perfect. Dames en heren, Chantal Bosker. Ook mijn collega Laurien Verstraten heeft deze week niet stilgezeten. Zij ging onder meer op bezoek bij een datacenter met Martin Kooijman van Winsys. En, heel interessant, ze ging kijken bij Geert Schaai, onder andere bekend van Beursgenoten en van de heren van Sminia. Maar ze is ook geweest bij Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep. En daar beginnen we straks mee. Kortom, genoeg te ondernemen. U kijkt naar Ondernemers Lounge op RTL 7.